maak je een PowerPoint-presentatie. In deze les leer je hoe je gemakkelijk een simpele PowerPoint-presentatie kunt maken. Hoe voeg je een pagina toe? Ga met je muis naar een nieuwe dia. Kies de dia die je wilt. Klik erop. En er is eenvoudig een nieuwe pagina toegevoegd. Hoe voeg je tekst toe? Ga met je muis naar invoegen. Klik op tekstvak. Maak een vlakje. En tik de tekst die je graag wilt typen. Hoe verander je het lettertype? Selecteer de tekst. Hier kun je allerlei lettertypes kiezen. Klik erop en je lettertype is veranderd. Hoe verander je het lettertype grootte? Selecteer de tekst weer. Hierbovenin kun je de lettertype zo groot of klein maken als je maar wilt. Hoe verander je de kleur van de tekst? Selecteer de tekst. Klik hier en verander de kleur van je tekst. Hoe voeg je een afbeelding toe? Ga naar invoegen. Klik op afbeeldingen en kies de afbeelding die je op je computer hebt opgeslagen. Hoe voeg je een vorm in? Ga naar invoegen, klik op vormen, klik de vorm die je wilt en teken de vorm. De vorm is ook heel makkelijk van kleur te veranderen. Je kunt hierboven de opvulvorm veranderen. Je kunt hieruit heel veel kleurtjes kiezen. En je kunt de omtrek van de vorm veranderen. Bijvoorbeeld rood. Hoe voeg je een tabel in? Ga naar invoegen. Klik op tabel. Kies het aantal vakjes die je boven wilt hebben. Kies het aantal vakjes dat je naar beneden wilt hebben. Klik daarop en je tabel is gemaakt. Hoe voeg je muziek toe? Klik op invoegen. Klik daarna op audio. Audio op mijn pc. En kies een liedje dat je graag in wilt voegen. Hoe verander je de kleur van je dia? Ga naar ontwerpen. Hierbovenin staan al een aantal andere dia's die je kunt kiezen. Ook kun je de achtergrond opmaken door daarop te klikken. En een effen kleur te kiezen, bijvoorbeeld oranje. Of een opvulling met kleurovergang. Hierbij kies je verschillende soorten kleuren. Voeg je een overgang toe. Klik de dia aan wie je wilt. Klik daarna op overgangen. En daarna kun je uit heel veel overgangen kiezen. Bijvoorbeeld oplossen. Hoe voeg je een animatie toe? Voeg een plaatje of een vorm toe. Daarna klik je op animaties. Hier kun je uit verschillende soorten kiezen. Bijvoorbeeld binnenvliegen. Dan vliegt het plaatje binnen op het moment dat je de dia opent. Hoe
Hoe start je een diavoorstelling? Ga met je muis naar diavoorstellingen. Klik vanaf het begin. Of als je al verder bent in de PowerPoint presentatie en je bent per ongeluk uitgegaan, kun je ook vanaf huidige dia starten. Zoals ik nu laat zien. Zo maak je heel gemakkelijk een PowerPoint presentatie.